De afgelopen weken was het op veel plaatsen in Nederland flink droog, met een oplopend neerslagtekort tot gevolg. En ook de komende weken lijkt er weinig neerslag te gaan vallen. Moeten we ons al zorgen gaan maken of valt het allemaal wel mee? Nou, op dit moment is het natuurlijk al een tijdje droog geweest. Maart was al heel droog. Begin april hebben we nog een week met regen gehad. Toen is er best veel neerslag gevallen, vooral in het oosten van het land, waar het normaal het snelste uitdroogt. Want zandgronden drogen nou eenmaal wat sneller uit. Daar krijg je wat sneller een groter neerslagtekort dan elders in het land, waar je toch andere bodemsoorten hebt. En nu zitten we alweer 3 weken met heel droog weer, soms ook veel wind. Nou, dan wordt de verdamping extra gestimuleerd. Maar de temperaturen zijn vaak nog wel gematigd geweest. We hebben eigenlijk niet zo vaak tot nu toe boven de 20 graden gezeten. En ja, hoe warmer het is, hoe meer verdamping je krijgt. Dus in die zin valt het nog wel mee, maar je ziet wel dat het oppervlak is toch wel behoorlijk aan het uitdrogen in een groot deel van het land. En dat heeft wel gevolgen voor de akkerbouw en zo. Het neerslagtekort loopt dus flink op. Maar kan dat ook natuurbranden tot gevolg hebben? De kans op natuurbranden neemt inderdaad toe, is nu al vrij groot. We hebben afgelopen week ook al een paar relatief kleine brandjes gezien in het oosten van het land. Ja, als de droogte toeneemt, dan neemt de kans op een natuurbrand ook toe. En helemaal op dagen dat er een stevige wind staat, want dan kan dat vuur zich heel snel verspreiden. De droogte kan dus voor flink wat problemen zorgen. Maar hoe ziet de weersverwachting er voor de komende periode uit? Ja, de droogte wordt inderdaad wel snel erger. De komende dagen is het nog 1 graad of 20, in het westen van het land wat lager. Maar volgende week dan staat er toch wel duidelijk meer warmte in de kaarten. En dan kunnen we echt voor het eerst dagen gaan krijgen met misschien wel 25, ruim boven de 25 graden, wie zal het zeggen. Ook wat meer wind, veel zon, dan verdampt er wel zo'n 6 tot 10 mm neerslag vocht per dag. En dan droogt de bodem zo snel uit dat het neerslagtekort wel snel verder oploopt.